Suriname treedt deze maand op als gastheer voor de 14e vergadering van de Technische Adviescommissie TAC van het Caribbean Disaster Emergency Management Agency. Deze vergadering vindt plaats van 17 tot en met 21 april. Vertegenwoordigers van 26 landen zullen deelnemen aan de bijeenkomst, waarbij het Directoraat Nationale Veiligheid en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing betrokken zullen zijn. U hoort DNV-directeur Siwanand Ramlal. Het Directoraat Nationale Veiligheid is een grote organisatie. En we hebben een aantal onderwerpen in onze portefeuille. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing is ook een organisatie, een suborganisatie die administratief onder het Directoraat Nationale Veiligheid valt. Door de jaren heen heeft het een zekere mate van autonomie verkregen. Het NCCR treedt op als focal point van CDMA. CDMA staat voor Caribbean Disaster Emergency Management Agency. Deze organisatie is opgericht in 1991 onder de naam CEDERA. CEDERA stond voor Caribbean Disasters Emergency Response Agency. En de naam geeft er zelf aan dat het meer een reactief optreden was van de organisatie. Het was zeer beperkt wat taakstelling betreft. Maar met het uitbouwen, met een betere structuur en aanpassingen, heeft CEDEMA veel meer armslag. De M geeft het ook aan, het gaat om management, rampenbeheersing. De functies van CEDEMA, die zijn onder andere een meer gecoördineerde en met verhoogde capaciteit optreden bij rampen. Om die samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen en meer om beleid uit te stippelen op het gebied van rampen. De Technical Advisory Committee wordt voorgezeten door Suriname in de persoon van kolonel Slijngaard, Jerry Slijngaard. We mogen best wel trots zijn op de kolonel. Hij heeft heel veel ervaring opgedaan. Het is namelijk zo dat wij terdeeg bewust zijn van de noodzaak om samen te werken met andere landen. Want je hebt dan een verhoogde capaciteit ter beschikking. De respons is ook onmiddellijk. Wij willen ook een cultuur en beleid ontwikkelen met betrekking tot rampenbeheersing, waarbij je dan zoveel mogelijk schade beperkt en verlies vermindert bij rampen. Verder wil je dan ook dat je dan meer armslag hebt om samen op te treden. Suriname heeft veel, heeft vaker assistentie verleend aan de lidstaten van CEDEMA, omdat je elk jaar weer een hurricane season hebt. En het is vaker zo dat je dan die stormen ontwikkelt tot hurricanes. En dan kunnen deze landen, hele kleine eilandstaten, weggevagen, weggeveegd worden. Niet de eilanden zelf, maar alles wat erop staat. En we hebben heel veel medewerking verleend. Maar daartegenover hebben wij ook heel veel hulp gehad van CEDEMA tijdens de laatste overstromingen die we hadden in Brokopondo vorig jaar. Waarom wij als gastland graag willen hebben dat die meeting, die eigenlijk de eerste is na de COVID-pandemie, hier willen hebben, is dat we ook alle lidstaten, de Nationale Disastercoördinatoren, maar ook de verschillende gezaghebbende organisaties die zullen deelnemen aan deze meeting, graag Suriname willen laten zien hoe Suriname eruit ziet, wat Suriname te bieden heeft, hoe Suriname is opgebouwd qua topografie en welke natuurlijke en kunstmatige dreigingen wij hebben. Want die zijn ook apart. Maar wat informatie te geven, Suriname is ook het enige land bijvoorbeeld met een hydrocentrale. De andere landen hebben dat niet. En ik weet niet als je dat weet, maar tenminste een van die hulpdammen van de hydrocentrale wordt bedreigd. Het wordt bedreigd met illegale houtkap
en illegale goudwinning met erosie als gevolg. En dat is zeker een issue waarmee wij van DNV dan betrokken moeten worden. Het is heel zorgwekkend wat men wil doen, want alles daar is ook illegaal, want het betreft ook concessies van staatsolie, waar men dan illegaal daar toegang verschaft en dan zodanig graaft dat je dan erosie krijgt. We hebben ook andere soorten dreigingen, wanneer men kwikdamp gebruikt en zo, dat je dan ook die voedselzekerheid ook in gevaar komt, want voedselveiligheid is ook heel belangrijk. En daar komt DNV dan in met de NCCR, die dan eigenlijk de regie en de coördinatie moet hebben over rampenbeheersing. Want ze zijn ook zodanig getraind en natuurlijk met assistentie van andere stakeholders kunnen wij dan rampen beheersen. Vooral met betrekking tot schadebeperking en verliesvermindering kunnen we een heleboel doen. En we hebben mensen met de expertise, we hebben mensen we hebben de deskundigheid en we hebben ook de middelen om schade te beperken. Want dat moet de cultuur ook zijn, dat we dan zoveel mogelijk rampen kunnen beheersen, zoveel mogelijk die M in CDMA tot uitvoering kunnen brengen. Want het gaat meer om management van rampen. We kunnen niet op een klassieke wijze omgaan met veiligheid. Het is niet meer een militaire verdediging van onze landsgrenzen en soevereiniteit. Het is ook niet alleen proberen de handhaving van de openbare rust en veiligheid te waarborgen. Maar ook andere zaken die bijkomen. Zaken als transnationale georganiseerde misdaad, cyberveiligheid en ook rampenbeheersing. Cyberveiligheid, cybercrime doet zich voort in een virtuele wereld zonder grenzen. Men kan gewoon van buitenaf je netwerk infecteren. Moet je dan ook opgewassen zijn voor. En dat zijn ook nieuwe dreigingen waarmee we te maken hebben. Transnationale grensoverschrijdende criminaliteit, die heeft ook de laatste decennia eigenlijk meer grip op onze veiligheidsgevoel. En je moet dan ook andere antwoorden hebben op deze soort misdaadvormen. Maar waarvan is dat vormen? Een misdaad, iets dat gecreëerd wordt door de mens, heb je ook natuurlijke rampen. En die hebben ook een impact, hebben ook directe invloed en directe effecten op je nationale veiligheid. NCCR heeft zijn rol moet dan ook duidelijk zijn. Want NCCR moet de regie hebben en de coördinatie over rampenbeheers hebben en rampenbestrijding. NCCR moet eigenlijk een leidende rol hebben wanneer het gaat om rampenbeheersing. Een verdeelde aanpak kan heel funest zijn wanneer het gaat om rampen. Daarom moet het zodanig gecoördineerd worden. We moeten zoveel mogelijk gefragmenteerd beleid voorkomen en zo integraal mogen kijken naar veiligheid. Want zonder die holistische benadering kunnen er veel zaken verkeerd gaan. Er is al een dreiging. En dat is door de natuur, of soms ook kunstmatig geïnstigeerd. Want een oilspeel is ook iets dat kunstmatig is. Ondermijning en erosie door illegale goudkap of gouddelving kan ook zorgen dat er afkaffing voorkomt. En dat is ook als oorzaak, heb je dan toch kunstmatig menselijk handelen. Maar dan heb je dan grotere effecten die wij dan zoveel mogelijk moeten proberen daarvan damage control te doen. En verlies moeten we verminderen. En schade moeten we zoveel mogelijk proberen te beperken. En dat krijg je alleen wanneer we dan samen zitten, de best practices overnemen van andere landen. Ook hen leren hoe wij met onze zaken bezig zijn geweest, hoe wij ons beleid hebben uitgestippeld. En hoe wij samenwerken, nationaal en internationaal. En dat is iets dat je niet gaat krijgen door telefonisch met elkaar bezig te zijn, maar met een meeting, een technical advisory meeting.
committee meeting, kan je een technical advisory committee meeting, dat je die zaken dan aan tafel kan bespreken. Je hebt dan goede discussies en dan kun je dan uit die discussies een heleboel meenemen om beleid uit te stippelen. En het beleid is niet dan landelijk alleen, maar ook regionaal. Want met de regionale aanpak door samen te werken, dan kan je ook veel meer doen. Je kan ook veel betekenen voor andere landen die in dezelfde problemen zitten. Ook kan je dan hulp krijgen van die andere landen, zoals in het geval van die overstroming. Dus dat beleid moet zodanig uitgestippeld worden dat we dan goede plannen kunnen formuleren. En natuurlijk moet het dan geïntegreerd en gezond beleid, dus moeten we dan verder samenwerken met elkaar. Het is ongeveer hetzelfde beleid. Maar DNV zelf is de grote DNV die bekijkt zaken ook integraal samen met NCCR. Dus NCCR heeft zijn deel en natuurlijk waar die andere onderdelen van DNV kunnen helpen, dan doen we dat. Maar natuurlijk, wij gaan ook onze eigen nationaal strategisch veiligheidsplan hebben. Waarbij alle stakeholders hun taken dan duidelijk zijn. En om te komen tot een integraal, samenhangend, doeltreffend beleid, moeten we dan toch een gedegen situatie en risicoanalyse doen. Hoe moeten we een kader voor management systemen inbouwen? Wat we kunnen doen, is dat wij dan die early warning systems gebruiken om die data te collecteren. Maar zo, hoe meer data je hebt, hoe beter je beleid kan uitstippelen en uitvoeren.